ziekenhuis Rijnstaat heeft tenminste 2 prominente Arnhemmers bereid gevonden om mee te werken aan een lokale postercampagne om aandacht te vragen voor HIV en AIDS. HIV-verpleegkundige Petra van Bentum houdt als initiatiefnemer al voor het 3e jaar een dergelijke campagne in de aanloop van de Wereld AIDS-dag op 1 december. En dit jaar heeft zij burgemeester Herman Kaiser en voetballer Theo Jansen weten te strikken. Waren jullie verrast dat Theo Jansen zijn medewerking wilde verlenen? Ja, blij verrast. Want HIV is blijft toch altijd een beetje een moeilijk punt voor heel veel mensen. Maar nee, Theo Jansen wilde graag zijn ondersteuning bieden aan ons project. Nou ja, een andere prominente Arnhemmer is de burgemeester. Iets minder verrassend misschien, maar toch even waardevol. Vinden wij wel. We hadden de vorige burgemeester, die zei ook meteen ja, dat vonden we erg leuk. En nu is er een nieuwe burgemeester. En dat hij ja zei, vonden we erg leuk. Ja. En ook belangrijk ook weer, dat hij ook het project ondersteunt. Ja, jullie hebben heel veel mensen hun medewerking gekregen, zowel bekende als onbekende Arnhemmers. Van de bekende nog wat andere namen? Wij doen dit project al 3 jaar. En de voorgaande jaren hebben we bijvoorbeeld Erik Meesie meegedaan, Angelique Kruger, Harm Edens. En ook heel veel onbekende Arnhemmers natuurlijk, zoals veel medewerkers hier van Rijnstaten. Ja, het is in de aanloop naar 1 december, Wereld AIDS-dag. Wat is nou precies de achterliggende gedachte van deze campagne? Nou, op Wereld AIDS-dag wordt altijd heel veel aandacht gevraagd voor HIV en AIDS. Het is toch nog een ziekte waar heel veel mensen aan lijden en wereldwijd ook nog heel veel mensen aan sterven. Dus op 1 december willen wij echt aandacht vragen daarvoor, voor die mensen die ziek zijn. Deze campagne hebben we bedacht omdat heel veel mensen zijn die onbekend zijn met HIV en nog steeds denken van dat mensen met HIV heel erg besmettelijk zijn. Dat je geen kopjes mag delen of bestek mag delen als mensen HIV hebben. En met deze campagne willen we eigenlijk laten zien van iemand met HIV kan gewoon alles doen. Het is niet besmettelijk. Je kan iemand gewoon met HIV benaderen als ieder ander. Je kan ze net zo benaderen als alle goede vrienden die je hebt. Dat is niks anders als iemand HIV heeft. En dat proberen we hiermee te laten zien. Bijvoorbeeld als de burgemeester zegt, mag ik de burgemeester nog zijn? Als ik HIV heb, dan willen we laten zien, ja, iemand met HIV is niet zo, die wordt goed behandeld, die is niet ziek. Een stukje voorlichting, misschien ook acceptatie? Zeker. De fotocampagne doen we echt om het stigma uit de wereld te helpen. Want dat proberen we in ieder geval. Waar mensen met HIV mee te maken hebben. Tijdens deze campagne gaan we ook testen op HIV. Dat doen we eigenlijk ook met 2 redenen. Ten eerste willen we graag natuurlijk mensen vinden die toch rondlopen met een HIV-infectie. Dat we die vinden, zodat we die op tijd kunnen behandelen. Want als je HIV hebt, hoef je niet per se meteen klachten te krijgen. Maar aan de andere kant ook, om mensen te laten zien, als je een HIV-test doet, ga je toch nadenken van, heb ik misschien in het verleden toch wat risico gelopen? Heb ik misschien wel eens onveilig seks gehad met iemand die ik niet helemaal vertrouwde? En op het moment dat je die test doet, denk je daaraan. En kan je misschien ook voorstellen dat mensen met HIV dat gevoel ook hebben gehad, maar dus slecht nieuws kregen. Dus het is een beetje een tweeledig doel wat we daarmee proberen te bereiken. Ja, en van wanneer tot wanneer kunnen de mensen bijvoorbeeld Theo Jansen zien prijken in de stad? Nou, Theo Jansen als foto, want ik weet niet of Theo Jansen, ik denk niet dat hij als mens nog komt, maar als foto kunnen mensen hem bekijken in Dudok op Wereld AIDS-dag, dat is 1 december, van 12 tot 5. Dan hebben we allerlei activiteiten in de stad. Wij zijn in Dudok met informatie en wij verkopen artbags, dat zijn tassen die gemaakt zijn ook om aandacht te vragen voor HIV.